Wat eigenlijk wel het vetste is aan yoga, is denk ik dat je juist in je lichaam gaat. Yin yoga is like a calmer, more relaxed version of yoga, where you stay in the poses for a few minutes. Zeker in deze wereld waarin we heel veel moeten en alles gejaagd wordt, en ook voor studenten, dat ze echt een momentje hebben om even helemaal tot rust te komen en alleen maar met je eigen lichaam, met je eigen gedachten, je eigen emoties en ook sterk kan worden in je gewrichten. Ik dacht een yoga pose en ik dacht meteen aan Happy Baby. Je ligt op je rug en je hebt dan zo je benen omhoog en ja, het geeft gewoon meteen een blij gevoel. Ik zou je in yoga aanraden omdat het heerlijk vertragend werkt. Mijn favoriete houding is een reversed lijkhouding. Deze, die gaan we zo ook doen. Dus dat je deze pose. Het voordeel van sporten bij Parnassus is dat je dus al in het centrum bent en dus dicht bij de uni. I also like what we did at the end where we kind of twist the body. Always cracks my lower back, hurts a lot from sitting. Nou, het hele leven is al gehaast en de yin werkt daar heerlijk tegenin.